goed dat je nog steeds kijkt naar Kijk Dit Nou Live. Je ziet wij vieren carnaval hier in de studio. Janice, ik ben zo blij dat je er bent. Het is stil aan de overkant, maar gelukkig wel. Het is een hey daar in dat andere hok daar. Tess die staat er, Johan Flemings is er, de anti-helden zijn er. Het is één gekkenhuis. Maar ik wil van jou heel graag weten, wij vieren hier carnaval, we zijn gewoon in Amsterdam. Maar wat zou je nou van vinden als carnaval door het hele land gevierd zou moeten worden? Nou, jij kan je mening geven door te bellen 0800-023-5863. Ook de pol, dat doen ze ook hard op de pol. En hier staat alsjeblieft niet op met 46% op dit moment. En ja, Party On 54%. Dus 50-50. Maar ik denk dat er wel even iets minder kijk dit naar.nl. Ik kan in ieder geval nog stemmen, maar ik heb in ieder geval nu iemand aan de telefoon. Met wie spreken wij? Hallo, met Michelle. Hallo, Michelle. Hallo. Hi. Wat zou je ervan vinden als carnaval door het hele land gevierd zou worden? Ik vind wel dat het wel beter is. Want zoiets is helemaal maar één keer in het jaar. Ja, één keer, het blijft hem toch ook één keer in het jaar? Ik bedoel gewoon dat het door het hele land gefietst zou worden in plaats van alleen het zuiden. Ja, dat bedoel ik. Waar kom je vandaan? Juist. Waar kom je vandaan? Eindhoven. Kijk, dus dat Eindhoven de gekste! Bedankt voor je belletje, doeg! We gaan eventjes over naar onze eigen VJ Tess. Ze staat er als het goed is met Johan Flemings. Tess, hoe is het daar? Nou, het dak gaat hier helemaal af. Het is echt gek huis. En ik sta... ik ga er even twee bij halen. Johan en Peter. Kom er even bij. Jullie mogen doorfeesten hoor, jongens. Johan, Peter, jullie hebben ook een nieuw carnavalsnummer. Ja. Beter? Oké. Okay. Nou, het is opgelost, maar jullie hebben een nieuw carnavalsnummer. Douche, je pokkie is Fushi. Hoe was dat? Ja, heerlijk om zo'n nummer samen te zingen. Het blijft dan een feestje. Alleen ik ben er zelf elke keer mijn pokkie ook Fushi, dus wat dat betreft komt u wel een beetje uit. Ja, kwam je goed aan bij de kijkers? Ja, de mensen reageerden heel super op. Gaan meteen liggen meteen in de deuk, gaan meteen meefeesten. Maar ja, we hebben het ook op een heel bekend nummer gemaakt. Maar hadden jullie veel boekingen of viel het mee? Ja, nee, we zaten helemaal vol. We hebben er meer dan 20 gehad, geloof ik, in 4 dagen. Hierna moeten we nog direct weer door. Dus het is echt hartstikke druk. Hartstikke druk. En hoeveel verdien je dan voor zo'n show? Ja, schuift dat aardig wat? Dat is wel leuk. We hebben natuurlijk de naam de zakkenvullers. Ja. Dus wat dat aangaat, wij vullen onze zakken wel, hoor. Kan ik me even vangen, jongen? Ik bedoel, die zakken... Ja, verdelen jullie dat wel eerlijk? Nou, ik moet nog wel vangen van hem. Dus wat dat betreft... Hoeveel krijg je nog van hem? Ja, het is... Kom eens even hier met die centjes, jongen. Nee, maar nee. Oké, jongen. Zijn jullie echt rijk of... Nee, we moeten het echt hebben van de carnaval. En dit zijn gewoon 4 leuke dagen. En ik denk dat het na een carnaval stort het gewoon weer in. Jullie teren hier een heel jaar op? Nou, nee, dat niet. Nee, dat was het maar zo. Deze 4 dagen zijn gewoon hartstikke leuk. En dat is leuk meegenomen. Het is een zakcentje. En daarna weer de bijstand in. Ja, nee, in ieder geval. We zijn samen stinkend. Hij stinkt en ik ben rijk. Nee, ja, maar... Krapje. Maar oké. Maar jij bent wel een omroep begonnen. Dus je hebt wel al iets van geld. Nou, ik werk er heel erg hard voor in ieder geval. Dus wat dat betreft, ik vind het wel gewoon juist leuk om met carnaval wat dingen te doen. Maar het draait niet direct om het geld. Het gaat gewoon echt om de lol. Carnaval zit gewoon in je bloed. Als je dat niet hebt, en als ik er helemaal niks voor krijg, zou ik het nog met heel veel plezier doen. Ja, ja voor niks ook? Ja, voor niks komt de zon niet op, hè? Nou, bij mij wel. Bij mij gaat hij elke dag op. Dus soms krijg je gewoon niks. Maar dan soms met niks kun je gewoon ook ooit heel blij zijn. Ja. Ja? Ja, ik wel. Ja, ik wil altijd vrolijk. Maar je bent ook 2 keer alles kwijtgeraakt, je geld. Ja, daarom is het ook wel fijn om gewoon weer met niks te beginnen. En dan, kijk, je komt op de wereld met niks. Ah, kom op. Wacht even. Jullie, ja. Dus stel, jullie raken nu al jullie geld kwijt, wat jullie de hele tijd verdiend hebben. Hoe zou je je dan voelen? Zou je denken, oh yes, ik heb niks? Nou, het kan ooit heel spannend zijn om weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het kan een uitdaging zijn. Kijk, André kwam op de wereld zonder geld. Maar je hoort wel, die kwam met een lach op de wereld. En zijn lach begint hem nu ook nog geld op te trekken. Kijk, hij kwam, moeder was al bevallen. Moeder scheurde die lach ook helemaal open. Hij vloept er zo uit. Dus, ja, en dan ja ben jij hebt ook wel het geld. Geld? Ja. Maakt geld niet gelukkig? Dat maakt niet gelukkig. Nee. Maar het is wel makkelijk als het is. Oké, nou jongens, weet je, jullie mogen ons nog meer in de carnavalsferen gaan brengen. Mogen we gaan zingen? Jullie mogen gaan zingen. Oh, dus pak de microfoon. Jongens, wij gaan gewoon lekker los. Hier, wie gaat hem aankondigen? Nou, ik denk dat jij dat wel kan. Ja, oké. Okay. Johan en Peter met hun nieuwste nummer. Douchi, mijn pokkie is Fuchi. Je pokkie is goed op. Goed uitgesproken? Je pokkie is Fuchi. Je pokkie is Fuchi. Nou, hier komt u. We gaan helemaal los. Je hebt het aan. Yeah.
zag jou op tv. Het zat toen echt niet mee. Je pokkiefoetsie dus kan niet meer bellen. Ach jee, wat moet ik nou? Geen sms van jou. Toedoesie, zeg me waar ik jou kan vinden. Heb je wel heis? Of vind je soms meer? Ik denk steeds ben je online. Ik zoek me echt op elke dag. Bij je zijn, jouw lach die was zo fijn. Geen douchie die dat nog van jou kan winnen. Oh nee, wat moet ik nou met mijn gevoel voor jou? Ik weet niet wat ik nu nog moet beginnen. Heb je wel huis? Of vind je soms meer? Ik denk steeds ben je online. Ik zoek me echt op elke dag. Ik wil ook een carnavalshit hebben. Gewoon één keertje. Gewoon zo. Jij bent kraken. De douchie uit die clip. Ik ben de douchie. Jij bent die douchie. Dan had ik eindelijk weer de video kunnen spelen. Ik had het vergeten. Dus dat. Ik ga het straks even aan Johan vragen of ik het nog een keertje kan doen.